Het Feel Good TV-team is deze aflevering van Pijnlijker in Beeld op bezoek bij het echtpaar van Zandwijk, dat sinds 1954 woonachtig is in de Stationsstraat, alwaar zij in dezelfde woning jaren fruitzaak gerund hebben. Meneer en mevrouw van Zandwijk, ik heb begrepen dat u 70 jaar getrouwd bent. Klopt. Bent u getrouwd 18 juli 1945? Ja, precies. Ja. 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 Vlak na de oorlog? Ja. 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 En hoe moet ik me dat voorstellen? Waar bent u getrouwd? In Friesland. In Friesland? In Friesland, ja. In zo'n klein boerendorpje. Vlak bij Bolsward. Schraard heette dat dorp. Schraard? Schraard, ja. Ja. Onbekend voor een hoop natuurlijk. Maar u zelf komt niet uit Friesland? Nee, ik kom zelf uit de Betuwe vandaan. En dat is een heel andere kant op natuurlijk. Ja. Vlak bij Flipje Tiel. Ja. Plaatsje Zoelen? Zoelen, ja. Ja. Ook zo'n mooi klein plaatsje? Een heel mooi klein plaatsje. Prachtig, in de bossen. Gelegen, boomgaarden. Hele mooie streek. Mijn moeder is hier nooit gewend geraakt. Die zag altijd de boomgaarden. Ja. En hier de platte glas en water. Ja. Ja. En mevrouw Zandwijk, u komt wel uit Friesland. Ja, ik kom wel uit Friesland. Ja. Ja. Plaatsje Wommels? Wommels ben ik geboren. Mijn vader die, ik heb daar, dat is een foto, was daar brugwachter en toen kregen we die slechte tijd. En toen zocht hij eigenlijk ander werk en toen zijn we verhuisd. Eigenlijk maar binnen Wommels geworden, vlak naar daar. U kunt ook echt als Fries praten. Ja. Dat verleer je nooit. Nee. En ik weet eigenlijk niet hoe oud ik was. Ik heb daar even op school gezeten, in Wommels, als kind zijnde. Een lager school dan, hè. En toen zijn we verhuisd. Toen zocht hij ander werk. Want het werd een slappe boel. Het zakje ging voor het geld door, en er kwam niks in. Ja, dus en de pacht moest er komen. De schippers die speelden vals. Ja, ja, ja. Die voeren gauw door. Ja. 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 Ja, niks in het handje. En dan was er, nou ja, tekort, hè. Sa, als het klokje toestikket, tikket het neene. En je weet wel, het spreekt voor zichzelf, zoals het klokje thuis tikt nergens. Ik vraag me af hoe een jonge knaap uit Zoelen een meisje uit Wommels ontmoet. Ja. Hoe komen ze bij elkaar? Ja. Toeval. Nou, dat wil ik ook wel vertellen. En dat schreef ik op een advertentie van een kindermeisje. Werd er gevraagd in doktersgezin en op de Keizergracht en daar ben ik naartoe gegaan. Maar ik had ook mijn vrije avonden en dan wilde je toch wel ergens naartoe. En dan kon je naar zo'n, ik noem het een sterhuis noemden ze het, daar kwamen allemaal meisjes van buitenaf en dan kon je de handwerken, dan kon je een spelletje doen eigenlijk. En toen trof ik een meisje, die kwam net binnen daar. En ze zei, ga je nou weer weg? Ik zei, ja, ik moet om 10 uur binnen zijn. Oh, waar woon je dan? Ik zit op de Keizersgracht. Of ze zei, ik ook. Wat leuk, wat voor nummer? 669 had ik. En zei, ik zit op 600. Ook op de Keizersgracht. Ze zei, dan ga ik zo met je mee, want ik wist nog niet zo goed de weg. Nou ja, en dat is mijn vriendin geworden. Zij kwam hier uit Pijnakker en ze was toen al verkering al met, ze was al verloofd. Rijk de Brummelen. Ja. Ja. En komen ze opzoeken was het. En nou ja, dat even. En we werden vriendinnen eigenlijk. En toen ging zij al gauw weer deze kant op, want ze wilde dichter bij de verloofde zijn. Nou. En toen zouden we uitgaan en naar Bloemendaal gelopen. Bloemendaal was het. Kopje van Bloemendaal. Ik zal vragen of mijn broer meekomt. Zei ze. Ze zegt, als die meekomt.
Want ik heb zo'n leuke broer. En toen bracht hij deze mee. En het klikte gelijk. En het is wat geworden. En hoe komt dan een jonge knaap uit Soelen en een meisje uit Bommels hier in Pijnacker terecht? Ja. Ja. Nou ja, mijn ouders woonden in Soelen natuurlijk. En die zijn in die crisisjaren, in de dertiger jaren, zijn ze hierop aangegaan. Er was daar seizoenswerk veel. In de hele winter liepen ze soms zonder werk. Dus dat hebben ze opgelost door hier naartoe te gaan. Hier was bij die tuin dus altijd wel werk. Nou, en wij zijn zo bij elkaar gekomen uiteindelijk. Ja. Ja. Dubbeltje kan raar rollen, zeggen ze. Ja. Ja. We hadden kennis in Roderijs wonen en die hebben mijn vader en moeder daar naartoe gehaald. Ze wisten daar een huis en een tuinder. En zo hebben ze daar gewerkt. Maar dat duurde maar een paar jaar, geloof ik. En toen zijn ze op Pijnacker aangegaan. Oude Lee. De oude Lee, ja. Ja. En dat is mijn vader Vrievelee. Als er in het voorjaar niks te doen was, of een beetje slap, zelf gaan met een bakfiets in de vrijheid begonnen. Omdat dat er nog een beetje in zat van Gelderland. Ja. Ja. En dan ging je als jongen zijn, ben je mee gaan werken natuurlijk. Je hielp me schouw met uitvent en dergelijke. Ja. En waar haalde uw vader het fruit vandaan? Dat halen we uit Rotterdam vandaan eerst. Vooral in de kerst en de arbeidstijd moest je ieder ochtend naar Rotterdam met de bakfiets heen en terug. Heen met de lege kisten van de vorige keer. En terug weer met de volle vracht. En dat ging je dan zo uitlopen venten. Op Pijnacker, in Delfgauw, in Perkel en Roderijs. Zelfs in de Willigenplas zijn we nog wel geweest. Ja. Een stuk Rotterdam, ja. Rotterdam, ja. Schiebroek. Ja. Ja. En toen bent u op het idee gekomen om hetzelfde te gaan doen als uw vader? Ja, mijn vader die werd toen een poos is hij ziek geweest. En nou ja, zo langs de weg is hij wat lopen. Iedere klant vragen en dan terug naar je kar en weer terugbrengen. Ja, dat zit een hoop tijd in. En dat wordt eigenlijk niet betaald. Je moet wel veel aflopen ervoor. Maar hij had er geen zin meer in. Maar ik ben zelf nog jaren doorgegaan. Auto gekregen voor Lievelee. En dat de grossiers die kwamen later ook weer thuis brengen. Dat werd weer makkelijker natuurlijk. Je hoefde niet zo vroeg op en niet zo veel naar Rotterdam. En dan kon je het thuis alvast bewerken en zo. En vooral toen we later hebben een winkel gekregen hier in de Stationstraat. De mevrouw die bleef in de winkel en ik zelf ging het pad op. En met behulp van de jongens dikwijls nog, vooral de weekenden. Ja. En Tini knikte. De winkel was, ook hier heb ik begrepen. De winkel was aan de voorkant, ja. En dat was ooit de groentezaak van De Heus. De Heus zat er eerst in, maar wij hebben hem van Straven overgenomen, Kees Straven. Ja. Die heeft er ook een paar jaar in gezeten. En die pakte op de markt wel eens in Rotterdam. En een praatje even gemaakt. We hadden soms zelfs dezelfde klanten, want Kees vent het ook uit. En dan kwamen we elkaar wel eens tegen. Hij zei, je kunt mijn zaak overnemen. Hij zei, ik schijt eruit hier. Ik ga naar de Haag. Nou, dat is toen gebeurd. Dus toen zaten we helemaal apart. En u woont hier bijna 62 jaar? Ja. En dat was ook... Ik kan het zelf niet geloven. Ja. Zo lang. Ja, in januari wordt het... Het was net voor mijn verjaardag over, geloof ik. Maar wij zaten meer in het fruit en in de blikgroente en dergelijke. Frisdronken. En lichte wijnsoorten werden ook nog wel verkocht. Ja. En voor de rest bleef het erbij. Maar toen kwamen natuurlijk die grote zaken op. Albert Heijn kwam, je kreeg de markt er. We hebben een goede boterham altijd wel verdiend, maar je moest er wel hard voor werken. En je kunt wel tegen die lui gaan werken, maar dat helpt je niet. Je delft het onderspit, want hun hebben meer achter de hand dan wij. Ik weet toen
de Albert Heijn hier gevestigd werd. Ja. Dat Janus Quartel besloot te stoppen en over te gaan op zijn modelvliegtuigbouw. Ja. Er waren natuurlijk twee groentezaken van Quartel. Ja. Wat waren verder uw collega's, uw concurrenten dan wel collega's? Nou, Lindenburg zat hier achterin. Koos Lindenburg. En dan Tiegem had je natuurlijk nog. Piet Tiegem. En oude Hein van Eyck. Ja? Ja, de Noordweg nog, ja. 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 Maar hij had allemaal zijn eigen klantjes en zo. Je had verder niet ver los van elkaar. En de fruitsoorten die u verkocht, dat waren natuurlijk veel appels en sinaasappels. En mandarijnen, kersen, noem maar op, of wat bananen. Hadden we ook natuurlijk. Ja. En die bezorgde u ook aan de deur? Ja. Gelijktijdig, dus met de winkel, daar stond u. Ja. En dan ging u venten langs... Ja, langs de weg. En dat was in de Oude Leden en in Delfgauw. Delfgauw. Ik begreep dat u ook langs het Mophuis kwam. Van Jan Benter. Jan Benter. Jan en Leni Benter. Ja, even een praatje met Jan maken. Ja. En vertelde mij dat die sinaasappels van u betrok. Ja. Oh ja, ik vond het altijd leuk op de weg ook, echt. De humor lag op de weg. Was al het fruit nou wel makkelijk goed te houden? Nou ja, toen begonnen natuurlijk die koe zelf, van lieverlee. Maar de eerste tijd, we hebben ze hier nog wel eens in de winkel, de eerste jaren, dat ze een uur of vijf in de winkel kwam, er staan nog een heel rijtje aardbeien. Dus de jongens allebei zijn bakje onder de arm en die gingen de deur langs om ze kwijt te raken. Want morgenochtend hebben we weer verse. En zo, als je maar krijgt wat ik er vanmorgen voor gegeven heb, dan ben je ze kwijt in ieder geval. Want aardbeien en kersen, die worden er niet beter op als ze niet in de koelcel staan. En je hebt ze zo'n dag op de auto gehad, of ze hebben hier in de winkel gestaan, wie is ze wel kwijt. Ja. Ja. En het venten langs de deur, ik kan me voorstellen dat heel veel tijd kostte. Dat kost tijd. Ja. En de ene is er gauw mee klaar, dus de andere. Je hebt allerlei soort vrouwen. Want ik heb het twee van de vrouwen moeten hebben. Ja. Mannen waren aan het werk. Ja. En dan praat je hier en de ene durft je meer tegen te zeggen dan de ander. Ja. Ik kwam ook bij mevrouw Plet aan de deur. En ik stond ook wel eens te roken. Dat komt toen allemaal. Ja. En later, toen is Plet hier vandaan gegaan, is ze van iedereen die aan de deur kwam, is een foto laten maken. Ik sta met mevrouw Plet aan de deur. Ja. En waar woonde mevrouw Plet? Aan de Westlaan. En was dat de notaris. De notaris? Ja. En vroeger in het Emmerpark, die burgemeester. Natuurlijk kwam ook aan de deur gewoon. Ja. Ja. Kon allemaal. Ik heb begrepen dat u ook eventjes elkaar niet gezien heeft, zo vlak na de oorlog. En dat er een verhaal is waarbij u uw vrouw ging opzoeken. En u vanuit Friesland hetzelfde idee had, ik ga mijn man opzoeken. En dat jullie elkaar net misgelopen waren. Ja. En elkaar troffen op station Hollandspoor. Ja, klopt. Ja. Met een kind. Ja. Dat was het met Jan. Nou, ik zou het fijn vinden als u mij dat verhaal zelf vertelt. Nou, ik heb het nu wel van horen zeggen. We waren net getrouwd. Jan was misschien een jaar? Nou, ik denk het nog niet eens. De oudste, die was net een jaar, denk ik. En ik wilde zo graag. Ik wilde graag eens naar Friesland toe. Ja. Maar de treinen reden nog niet overal. De bussen waren er helemaal zo nog niet. Toen konden we hadden een goede kennis. Die had een melktank. Ja. Die reed op Friesland. Hij zei, ik neem je mee, ik breng je thuis, tegen mevrouw. Nou, dat is gebeurd. Hij zei, ik rij iedere dag daar naartoe. En dan zei mee, is er, nou, een week in ieder geval. Een week ging voorbij. Geen bericht,
Tegenwoordig is het allemaal telefoon en maar dat was er niet. Gemeens had een telefoon toen in zijn zak. Maar ja, het duurde 14 dagen, het duurde 3 weken. Ik zei, maar nou ben ik het wel zo. Ik ga ze halen. En ik 's morgens met trein, zover die reed, ja, nog meegegaan. In Alkmaar overgestapt op een andere wagen die me naar Friesland bracht. En ik kom om een uur of half, 12 uur, kom ik in Friesland aan. En ik loop naar binnen. Mijn schoonvader en schoonmoeder zitten te eten. Ik zeg, waar is Fruitje gebleven? Is die er niet? Die is net naar huis. Die is naar Pijnaker toe. Hij zegt, kom nou. Ja, zegt, die is vanmorgen weggegaan. Met een kind. Liftend. Liftend? Ja. Liftend. Dat is ook heel bijzonder. Ik zeg, nou, dan wachten we. Niet anders. Dat wachten we dan eventjes af. Dus even meegegeten. En ik naar de nieuwe weg weer gelopen, naar die snelweg, om weer een auto te pikken die me mee kon nemen naar Pijnaker toe. Toen kreeg ik weer een melktank, wel van een andere, die moest ook in de Vlaardingen zijn. Hij zei, je kan achter elkaar met me mee rijden naar Den Haag. Dan zet ik je op de trein en ben je zo thuis. Nou, dat heeft de hele dag geduurd, dat duurde tot 7 uur. Ik kom in Den Haag aan. Ik loop naar het station. Zit ik met het kind? En wie zit daar? Het vrouwtje met de zoon. Zitten ja, te wachten. In een blauw dekentje. Alleen Geen in de wachtkamer. Ja. Dat is niks. Te wachten op de stoptrein. Zeg, hoe is het mogelijk? Ja. 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 Dat is gewoon een wonder geweest. Toen zijn we met de trein naar tot Berkel. Hoe je te gaan. Berkel en daar. Nou, dan moet je daar even in Drees lopen. Dat is nog wel een stukje lopen naar de oude leden. Ja. Ja, ja, ja. En waar woonde u in de oude leden? Op de Willigerweg, Willigerweg 12. Daar zijn we begonnen, ja. De 10 plagen? De 10 plagen noemden ze dat. Ja. Ja, dat ook een bijzonder verhaal, neem ik aan, ja. Dat ze het zo heet. Ja. Ja, ja, omdat er... Ja, er was nog wel een zus. Er was een moeilijkheid, er was zo'n goot, hè. Liep dan moest je de afval, hoe zat het ook. En dan in de winter, als het vroor. Een open goot had je er achter die huizen lopen. Dan moest je allemaal je water kwijt, je afval, tenminste je... En als het dan vroor bijvoorbeeld, dan gooiden ze hier of daar een zak in en dan stroomde dat water over je eigen straat. En het werd glad natuurlijk. Ja, lieve. Het was, ja. Je bent vraagjespoef. Het was niet zo leuk. Maar heel vroeger was het helemaal erg, schijnbaar. Vele ruzie. Ja, het was een heel nare... Tegenwoordig zijn de mensen makkelijker geworden, denk ik ook. Ja, was het echt een speciaal buurtje in de oude leden? Ja, ja, ja. Is de man vrouw verbrand? Ja. Dat was ook heel erg. Maar wij waren blij dat we hier naartoe konden. We waren rijk toen we hier konden komen. Ja. Het was altijd ruzie daar. En dan had je... En nou ja, moet je eens vertellen van die vrouw ook, dat die verbrand is. Oh ja, op zijn buurt. Er was nog gewoon een petrolicelle natuurlijk. Dus zijn vrouw, en dat zou de oliestel even bijvullen. Leggen even die pitten opzij, niet uitdoen. De pitten aanlaten en een beetje petrolie erbij. Moppenbeen doen, mop. Kom maar eventjes. Hey. Maar toen schoot de vlam in de pan, of in de petrolie. Dat petroliumstel. De vrouw die verbrandde helemaal en ze was in verwachting, liet met plaats geloof ik. En die buik die was bloot. Allemaal verbrand. Heb ze nog gerold op de straat om de vlammen uit te... En heeft u dat ook gezien? Ja. Heeft u zelf gezien? Ja. Was dat vlakbij ons? Ja. Hetzelfde rijtje. Ja. 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 Ja, er zijn daar meer ongelukken gebeurd, heb ik begrepen. Bij dat stukje van de geleden. Ja. Hier en daar nog wel zijn verdronken ook. Hoor. Ja. Ja. Zelfmoord heb ik ook begrepen, maar. Ja? Ik weet niet zo goed, ik ben er niet goed genoeg in thuis, maar het is wel een apart stukje oude leden. Ja. Maar wij waren toen blij dat we een huis hadden.
Heel erg. Dat was toen heel moeilijk om aan een huis te komen. Zo vlak na de oorlog? Ja. Ja. En het is een huurhuis, heb ik begrepen. Het is een huurhuis, ja. Ja. We konden het kopen, maar we hadden geen zin. Nou ja, jouw zus woonde daar ook, hè. Ik heb naast jouw zus gewoond. Ja. En we konden het heel goed vinden met elkaar. Jij met de man. Ja, een jaar later wilden we het wel kopen, maar toen verkochten ze het niet meer. Ze hadden het voor onze eigen kinderen. Maar ja, we zaten hier zo lekker, we zijn nooit weggegaan. Nee. Nee. En wie is de eigenaar, als ik vraag me? De Poot van Delfgauw. Poot van Delfgauw, ja. Hé, Moppie? En jij ook, hè? Jij bent hier eigenaar. Ja. Heeft u altijd katten gehad? In... Oh ja, altijd. Als ze altijd hebben poezen gehad, hè? Ja, altijd. Ja. We hebben onze kat en een hond gehad. Die hadden we meegenomen naar Friesland. Een kat en een hond. Ja, ja, dat maar is ook ik werkte toen al op een school. Ik zat niet meer in die vrijheid. En ik moest die dag... moeten morgen weer beginnen, dus vandaag gaan we weg. De hond die hadden we, met de kat die zat ergens boven in een huis geklommen. Stond leeg. Dat was niet te krijgen. Ze zei, nou dan blijft hij maar hier, over 3 weken komen we weer terug. De buurvrouw gevraagd, letten jullie op de kat, hier heb je wat geld voor bevoer te kopen. Dan redt hij dat wel. Dan komen we thuis zonder kat. En dan Ruud zo gezien, waar is de poes nou, waar is de poes nou? Ja. Ja. Over drie weken. Nou, dat was een donderdag ook. Zo gezegd. Ik zeg, nou joh, weet je wat, als het nodig is en je kan hem niet missen, dan gaan we zaterdagmiddag even halen. Wij naar zaterdagmiddag naar Friesland met de auto en de kat gaan halen. En de hond meegenomen. De hond springt daar uit de auto waar we moesten zijn. En dan komt de kat al aanlopen. Ja. Even zo'n 400 kilometer gereden voor de poes. Ja, ja. Ja, nou ja. Maar de buurvrouw die was blij dat hem kwam halen. Want s'nachts zat hij, of soms heel vroeg, 4:30, 5 zat hij al voor het raam te mouwen. Hij had erin. Ja. Dus ik was blij dat hij weg was. Ja. 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 U heeft 5 kinderen? Ja. Ja. En wonen de kinderen nog in deze buurt? Nou, die ene die zit, die staat nou naast ons. Die zit in Rokanje. Ja. Jan de oudste zit in Soest. De tweede zit in Schoonhoven. En de derde zit in Harderwijk. En Ruud zit op Pijnken. 5 dus, kinderen in 5 verschillende plaatsen? Ja, ja, allemaal uitgewaaid. Ja. Ja. Ze hebben allemaal goede boterhammen verdiend. Nou, en nog. Ja. Kan niet anders zeggen. Ze hebben de handen wel leren gebruiken. Ja. U vertelde dat u de periode na de winkel, na dat u gestopt bent met het fruit, bent u ander werk gaan doen. Ja. School. En waar was dat? In school. En waar? Delft. Iedere morgen naar school, op de fiets, naar Delft. Als conciërge. Fijne tijd gehad. En welke school was dat? Een Koningin Julianenschool. Een MAVO. Ja. En dat was uw conciërge? Ja. Dat heeft u gedaan totdat u met pensioen ging? Ja, ja, ja. En hoe lang ben je daar geweest? 15 jaar. 15 jaar. Ja, een mooie tijd gehad. De jongens heb ik ontzettend veel plezier van gehad. Die wisten veel meer op technisch gebied dan ik natuurlijk. Als er ouderavond was ook, het was wie wilde er helpen, koffie rondbrengen. Ik had altijd een stuk of wat meiden. Ik zei nou, vraag het eerst aan je moeder of aan je vader of je mag. Ik kom jezelf halen om 6:30, 7:00. Ik zei, ik breng je weer thuis om 10:00. Nou, ik had altijd veel plezier van. Ja. Ja hoor. Ja, ik kon het goed vinden. Nooit geen aardigheid gehad. Lekker. U heeft natuurlijk ontzettend veel veranderingen meegemaakt op uw leeftijd. Ja. Ja. Maar ook eigenlijk nog zo heel dicht hier bij huis. Als we kijken tot natuurlijk uw vroegere buren, dat huis is gesloopt. Ja. Ja, ja. En
Er is op een gegeven moment de oude gemeentewerkplaats. Is natuurlijk een pleintje geworden en ja, is een jongerencentrum gekomen. Ja, ja, ja. Slagerij Henk van der Wende. Ja, ja. Is natuurlijk toch, zo. Henk ja, van der Wende. Ja. Denk ook nog wel eens aan. Ja. Ja. Heel veel veranderingen hier natuurlijk. Ja. De veiling die gestopt ja, is. Ja, 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 ja. Ja, we hebben het heel wat zien veranderen. Ja. Echt wel. En wat valt u dan het meeste op, als ik vragen mag? Nou, deze omgeving, die is heel niet vijandig, vind ik hier. Hier voor onze omgeving niet. We wonen hier heerlijk. We hebben nog nooit met de mensen hier ruzie gehad. Kijk. Nee. En is het rustig genoeg? Ja, ja. Want van de guiter ook, of van de trucker, we hebben er geen last van hoor. Ik weet nog wel, ene keer hebben we zo'n, dat was zo'n nat, brakerij, een minuut of drie. Het was maar een herrie hiernaast. Verschrikkelijk. En weet je wat, het helpt niet. Ik bel de burgemeester. En de burgemeester. En wie was dat toen? En Prielle was het ook. Prielle, ja. Is het zo erg? Is het burgemeester, dan moet hij zelf eens komen kijken. En hij kwam. En verstond af aan, is het wel minder geworden. Ja. Ja. Die stond maar verder is niks. Ja. Nee, die hebben het goed opgelost. Het ligt eraan wie er staat. Toen jij er stond was zo goed, denk ik. Ja, als het goed is wel. Ja. Ja. En bij de guiter is het natuurlijk ook altijd heel veel jongeren. Hè? Ja, 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 ja. Dus in het weekend kan het misschien ook wel eens wat drukker zijn. Maar ja, misschien... we hebben niet zo'n last van. Nee, ook maar... helemaal geen last van. Nee, nee, dat is mooi. Weet je, ik weet wel, mijn koninginnedag was altijd hier volop herrie ja, en daar. Ja. Ik zeg, weet je wat, dan pak ik een auto en we gaan naar Gelderland. Toen we nog goed konden rijden, ja, gingen we gewoon een dag weg. U heeft nog heel lang zelf gereden, ja, heb ik begrepen. Nog. Nog? Ja. U rijdt nog steeds auto? Stukjes, kleine stukjes. Ja. Daar staan de chauffeurs, als het nodig is. Ja. We laten het echtpaar genieten van een warme middagmaaltijd, een echte Hollandse pot, en komen daarna terug voor deel 2.